Jean-Paul Kremers, directeur-eigenaar van de firma Gretsch in Panningen. 3 jaar echt goed bezig en dan ben je net bezig, dan komt de crisis eraan. Hoe reageer je daarop? Daar hebben we eigenlijk relatief weinig last van gehad. Omdat we de laatste 3 jaar ons productenpakket flink uitgebreid hebben. Ook het aantal landen waar we zijn gaan leveren, waar we distributie hebben opgebouwd, is toch wel flink toegenomen. En daardoor hebben we het eigenlijk kunnen spreiden en kunnen uitbreiden. En hebben we van de crisis eigenlijk niet echt last gehad. Dus als het in het ene land wat minder wordt? Dan gaan we de grens over en dan zoeken we een gebied waar het wel goed is. Ja. En dan bouwen we daar de markt op. Begonnen met producten om gravity te verwijderen. Ja. Ik zie op jullie website dat het inmiddels een grote productenpalet is geworden. Ja, ja. Bewust gekozen voor verbreding? Ja, absoluut. Op zoek naar nieuwe producten. Wel aansluitend op de producten die we al hadden. Vanaf het gravity gebeuren zijn we eigenlijk naar het kras verwijderen gekomen. En van daaruit weer naar renovatieproducten, met name ook voor glas- en geveldelen. En daarop aansluitend is weer ook de projectieschermverf bijgekomen. Dat is wel voor het interieur, maar het is wel weer passend bij wat we deden en van dezelfde producent. Ja, en wat houdt dat precies in? Projectieverf? Het moment dat je met een beamer iets wil aanstralen, zul je een scherm moeten ophangen. Of op een witte muur, maar een witte muur heeft geen contrast en geeft heel weinig helderheid. En met deze coating op de muur heb je wel een fantastische kwaliteit beeld. Ja. Vertel eens, hoe gaat het nou in de praktijk, Gretsch? Mensen bellen jullie leveren producten, jullie gaan er naartoe? Wij doen eigenlijk beide. We hebben 2 bedrijven momenteel. Gretsch International is het distributiebedrijf, dus daarmee verkopen we eigenlijk de 4 productgroepen. Revocare is het bedrijf wat de dienstverlening aanbiedt en dat is eigenlijk de toepassing van alle producten die we verkopen. Wat zijn de toekomstplannen? Verdere uitbreiding van het aantal klanten, zeker ook van het aantal landen waar we leveren. En dan net wat er op ons pad komt aan nieuwe niche-producten, die proberen we wel in ons palet op te nemen. En die producten zelf, die schoonmaakproducten, is dat iets wat jullie zelf ontwikkelen? Niet allemaal. De Gravity-lijn is wel door onszelf. Het zijn onze eigen formules, dus die hebben we zelf laten ontwikkelen. We worden niet meer in huis geproduceerd, dat is ook uitbesteed. Het krasfijnsysteem komt uit Amerika. Daar hebben we de rechten voor Europa en het Midden-Oosten voor de verkoop. De renovatieproducten verkopen we wereldwijd. En de projectieschermverf verkopen we in Europa, Midden-Oosten en Afrika. Hoe doe je dat eigenlijk? Hier werken 7 mensen. Ja. Hoe kun je dan wereldwijd verkopen? Nou, internet is voor ons eigenlijk een van de beste bronnen, aangevuld met het aanwezig zijn op vakbeurzen, dus daar je gezicht laten zien. Ja, en hebben jullie dan in ieder land een verkoper, een agent? Ja, dat zoeken we wel. We hebben dat nog niet overal gerealiseerd, maar in een aantal landen hebben we wel distributeurs of partners zitten die onze producten verkopen. Wat zijn de verwachtingen voor dit jaar? Nieuwe mensen erbij, omzetstijgingen? Omzetstijging uiteraard. We hebben net een nieuwe verkoper erbij. Dus we verwachten wel dat we dit jaar een flinke omzetstijging gaan. Ja, waar praten we dan over? We willen verdubbelen ten opzichte van vorig jaar. Verdubbelen, dus, en bijvoorbeeld, waar praten we? Hoeveel miljoen? Dan gaan we over het miljoen. Je hebt ongetwijfeld dromen, net zoals je Prins Schaalval wilde worden. Ja. Wat zijn de dromen met het bedrijf? Nou, ik wil op een gegeven moment wel het bedrijf niet zozeer qua mensen heel groot hebben. Maar wel dat we een gezellig clubje hebben waarmee we de toekomst in kunnen. En wat we iets neer kunnen zetten wat ook waarde heeft. En wat misschien ooit een keer verkoopbaar is.